Dag Marilies. Dag Willy. Dat is wel een mooi orgel. Ja, hè. Het is imposant om zo naast een echt dikkap orgel te staan. Ik heb u nu voor de eerste keer gehoord, begeleid door zo'n orgel. Ja, ja, voor mij ook de eerste keer eigenlijk. Is dat mee? Ja, dat is een orkest op zijn eigen, hè. Dat is heel fijn om op zo'n manier met muziek om te gaan, want dat krijgt daardoor direct een totaal ander cachet. Je wordt meteen ondergedompeld in een hele nostalgische sfeer met zo'n orgel. Hè. Het is wel niet makkelijk. Hier en daar waren de maten zo'n beetje wel niet simpel om dat te volgen. Ja, Tony Dekap die heeft nu ook wel alle middelen om het digitaal allemaal te programmeren. Dus het is niet meer zoals vroeger, het draaiorgel met papieren en met de puntjes allemaal gemaakt voor de muziek te brengen. Maar het is nu echt wel, je kunt er alle kanten mee op. Dus je hebt gigantisch veel mogelijkheden. Het idee kwam van u of van iemand anders? Het idee kwam van Wim Schuur, van Garifuna. Hij heeft eigenlijk gezegd van oké, we gaan een theatervoorstelling maken rond de 14 billetjes. In de 14 billetjes. Het staan er al twee. Het is een bijzonder café geweest waar dat heel veel mensen kwamen dansen, feesten. En ook voor de dochters. De dochters natuurlijk, ja. De dochters die hadden tezamen 14 billetjes. En vandaar heet het café zo. Maar er werd enorm veel muziek gespeeld, ook met het orgel. En die sfeer willen wij proberen weer in theaters te brengen. En er is dan ook een boek uit en een cd erbij. Dus, ja. Gaat er mee toeren trouwens? We gaan er mee toeren. Dus 20 november gaan we in première in Beersen. En dan gaan we heel Vlaanderen rond, ook onder andere in de Roma. Dus, en we nodigen mensen natuurlijk uit om te dansen en mee te zingen. Dat is echt wel de bedoeling, dat het echt een dansnamiddag of een dansavond wordt. Ik zou eerst met de jaren 30 op zijn, met de Whoopies. Ja. Dan de jaren 70 of 60 met Astrid Nijck. Ja, ja, klopt. En nu dit hier, jaren 60, 50 zeker. Ja, en dan nog Expo 58 gedaan met Johnny Voners. Dat zat er ook nog ergens tussen. Jouw ding? Ja, eigenlijk wel. Na Expo 58, na die tournee met Johnny Voners, had ik echt zoiets van... Dat is zo ergens een chipje in mijn hoofd dat er zit. Melancholie en nostalgie. Ik hou daarvan, van die sfeer om de tijd van toen weer naar boven te halen en om die sfeer weer op te snuiven. Ik vind dat... Ja, ik, je kan dat, je ziet dat. Hè? Ik dwaal daar graag in rond, ja. Ik vind dat leuk. En ook in Mechelen nog iets voor jou? Ja, op dit moment ben ik met een theatervoorstelling bezig voor Theater M in Mechelen. Iets totaal anders. Heeft niks met de tijd van toen te maken. De hoer van Mechelen. Het gaat over... Maar het gaat over Margaretha van Oostenrijk. Dus het gaat eigenlijk over de 16e eeuw. Dus nog een beetje vroeger. Mag ik je nog veel geluk wensen? Ja, met dit. Dankjewel, Willy. Dag meneer David. Goedemiddag. Goedemiddag, hier in Herentals. In Herentals. In de zaal van de Kap. In volledig de zaal van de Kap hier. De zaak van de Kap met een overvloed aan wonderbare orkestorgels. Ja, nostalgie. Ja, maar het leeft ook nog. Het, als je de klank uit zo'n orkestorgel voelt komen, dan is dat een levende klank. Dat is dan niet zoiets uit vervlogen tijd. Want de arrangementen zijn ook nu moderner gemaakt en klinken ook niet meer gelijk in de jaren 50 en 60. Het is allemaal... Een beetje voor je tijd, hè? De nummers zijn ook die we gekozen hebben, zijn ook in die richting. Dus ik denk dat het allemaal wel mooi zal blenden. Ja, ik hoor hier vanavond Tom Jones van jou zingen. Ja. Begeleid door zo'n orgel? Ja. Niet evident? Nee. Het ritme is toch een beetje anders, hè? Ja, maar dat is natuurlijk... Er is één nadeel aan een orgel. Je kunt niet aan een dirigent kijken en zeggen van... Even trager nu. Dat gaat niet. Nee, het gaat gewoon door. Je moet... Maar ik vind dat heel plezant. Zo. Ik ben nu eindelijk een aantal dingen aan het zingen dat ik al jaren goesting heb om voor te zingen, maar die er op een of andere manier niet van kwamen. En nu, dat we zelf ook een grote inspraak hebben gehad in de muziekkeuze, heb ik van alle nummers er kunnen tussensteken van, die wil ik al jaren zingen. Hoe is dat gegroeid eigenlijk, om hier toe te komen? Men heeft mij gevraagd of ik wou meewerken aan het idee en ik vond het idee op zichzelf. Wie heeft je dat gevraagd? Chris Eelen, die belde mij op en die zei van, kijk, ik heb een voorstel. Kunnen wij samen gaan praten? En dan zijn wij samen gaan praten en hij heeft dat voorstel gegeven. En ik dacht van, god, ik heb al feitelijk heel lang goesting om nog eens gewoon te zingen.
geen madame, geen komische dingen, geen serieuze dingen. Gewoon zingen. Want ik ben toch veilig voor het grootste gedeelte zanger, maar dat moet eens nog eens naar buiten komen. En daarom is het zo plezant om dat te doen. Het gaat over de In de 14 Billetjes. De symbooltitel voor alle baancafés die er zijn. En dan natuurlijk de 14 billetjes, dat spreekt tot de verbeelding. Men kan zich daar alles bij eten. Met die van Amaryllis ben je tevreden? Ja, maar natuurlijk. Maar Amaryllis en ik, we hebben nu de keren dat we samen al gerepeteerd hebben en we samen aan het samenstellen zijn geweest. Dat klikt heel goed tussen ons en we zitten alle twee lang genoeg in het vak om te weten wat dat er kan en wat dat er niet kan. Dus dat is, het is ook een beetje fun dus. Als het geen fun zou zijn, dan zou ik het niet doen. Echt waar niet. Nee, ik ben op de leeftijd gekomen daar zonder fun. Nee, dank u. En dus je gaat met toeren? Hoe lang? Wel, nu is het nogal een beperkt aantal voorstellingen, maar ik heb al gehoord dat er één uitverkocht is. En we gaan hopen dat de mensen van de culturele centra komen zien. En we hopen dat we volgend jaar nog een langere tour kunnen maken. Met zoveel geluk. Dank u wel.